Zoe is mijn vrouw, is mijn partner, zowel zakelijk als privé. En Zoe heeft een kant die zichzelf een beetje aanpraat en dat ze eigenlijk nooit denkt dat ze het goed doet. En eigenlijk moet ze zichzelf een beetje van dat afschudden en gewoon zorgen dat ze er is. Want zij is gewoon echt heel goed in wat ze doet. Zij kan koken en uit een knip. En dat is wie mijn vrouw is. Ik vind het wel echt heel indrukwekkend als je hier rondloopt. Ja, je vergeet soms gewoon echt even, weet je, als je een stukje vlees binnenkrijgt, waar het vandaan komt en wat voor werk het is om gewoon ervoor te zorgen dat wij met dat soort stukken vlees kunnen werken. Het moederhok. Kraamafdeling. Bonte Bentheimer is van origine een Nederlands-Duitse ras en vertaalt zich eigenlijk het beste naar de richting en de smaken van het Iberische ras, het Spaans-Iberische ras. Het is dus veel meer gemarmerd, het heeft een veel verrijktere en vettere smaak. Mooi rijk, mooi van smaak, echt een beetje licht, ja, die notige smaak er in die toets. En dat is waar wij gewoon het nieuwe gerecht mee gaan maken met een aantal delen. Het buikspek, even tot procureur en de wangen. Zet hem op, kan je? Jij moet mij helpen. Ja, zeker. Jij mag pommes vlees maken. En dit is een potje reuzel. Oh, nou. Super, want daar werken we dus ook mee met dit gerecht. Ja? Ja. Dankjewel. Veel plezier erbij. Dan gaan we er samen over bakkeleien van, goh, wat zou jij doen, wat zou ik doen? En dan, op zo'n dag als dit maken we gewoon van allerlei dingen. En dan gaan we op het eind, maken we het gerecht en proeven we het. En dan kijken we of we daar nog wat aanpassingen kunnen doen. En dan beslissen we op dat moment of het wel of niet op de kaart mag komen. En wat voor wijn we daarbij gaan serveren. Ik probeer heel veel smaken te creëren. Het enige wat bij mij dus blokkeert is dat ik kan creëren, maar niet kan maken. Iets langer. Dus wat het leuke is, dat ik creëer vaak met Zoe samen en Zoe maakt die borden af. Zoe heeft de intelligentie dat ze de structuurtjes, de krokantjes, het filmende, het zoete, het zure heel goed bij elkaar kan laten passen, waar ik eigenlijk gewoon zoekend ben naar ingrediënten. Het zou wel echt een mooie vervanger zijn voor dat stoofvlees nu. Ja. Hoe vind je de procureur? Ja, ik vind het echt lekker. Maar ja, mag op de kaart. Toegestaan. Alleen dan doe ik hem iets anders opmaken. Super, zo kom je dan ook daar, hè? Zeker. Ik hou ervan. Ach man, ja, totdat je daar zit. Sukkel. Eentje. Hey, deze. Bo. Er zijn er twee. Nee. Nee. Zullen we misschien deze doen? Nijntje koekje? Nijntje. Ja, dan gaat alles kruimelen. Ja. Vlak voordat we zo beginnen aan de drukke dag. Vanavond weer volle bak. Dus het is goed om nu even lekker gezellig met z'n allen te zijn. Even een momentje met elkaar. We gaan lekker en samen zoeken naar de panda's. Panda's. Kijk eens, Bo. Ons doel is dat we het hoogst haalbare uit onszelf willen halen, maar ook uit ons personeel. Dat we hun op hun manier ook in het zonnetje zetten, zeg maar. Zij werken zoveel en zo hard dat het niet eerlijk zou zijn om alleen maar ons in die schijnwerpers te zetten, zeg maar. Ja. En we hebben niet per se een doel dat we Michelinster willen hebben, 20 punten Gomio, nummer 1 in de lekker. Maar we willen gewoon het beste uit onszelf halen. Lekker eten koken, de gasten verwennen, lekkere wijnen, goede cocktails. Maar niet per se dat we er een druk achter zetten van we moeten dan en dan dat behaald hebben. Omdat het voor ons ook niet belangrijk is.
En ik denk ook dat dat onze kracht is, dat we niet werken om iets te waar te maken of zo voor iemand of iets. Het is echt omdat we doen wat wij leuk vinden. Wij wonen boven het restaurant en op dit moment is dat echt heel prettig. Wij hebben het zelf nog nooit als vervelend ervaren. En dat komt eigenlijk omdat we, nou ja, zoals we net al besproken, eigenlijk altijd bezig zijn met de zaak. En als Bo dan boven is, hij is 3 van de 4 dagen dat we oppas hebben, is hij boven. En dan is het heel fijn dat wanneer je even naar boven gaat, of naar kantoor, of whatever, of er is iets, dat je er gewoon zo bij bent. En dat vind ik heel fijn, dat we nu bij de zaak wonen. Misschien gaat dat in de toekomst nog veranderen, maar voor nu niet. Gelukkig. Ik zou echt niet weten waarom ik nieuwschef van de blog zou zijn. Ik weet het gewoon niet. En het komt gewoon omdat hetgeen wat wij hier doen, is wat wij superleuk vinden. Maar nog steeds vind ik het wel gewoon dat wij gewoon maar gewoon koken. Ik bedoel, wij zijn niet bezig met fermenteren of hele bijzondere trucjes uit te halen. We willen gewoon dat onze gast een superleuke avond heeft. En dat hij van voor tot eind gewoon blij is. En dat hij die dag daarna wakker wordt en niet denkt van, holy shit, ik heb wel echt heel veel geld uitgegeven gisteravond. Maar dat hij dacht, hey. Dat is echt een leuke avond. Ik ben echt blij dat we geweest zijn. En misschien kunnen we volgende keer weer daarheen. Het is nu bijna 5:30. Laatste voorbereidingen worden getroffen. Vanavond 44 man. Een paar uitzonderingen. Ja. Eigenlijk de vaste... Ah, dankjewel, Ties. De vaste uitzonderingen zoals gluten, lactose, geen schalenschelp. Wat dat betreft geen spannende dingen. Alleen wel dat alle gasten ongeveer tussen 7:30 en 8:30 binnenkomen. Dat proberen we normaal altijd te spreiden. Maar ja, je hebt er altijd dagen tussen zitten waarin dat niet altijd lukt. Maar goed, dat is weer een uitdaging. Ja, of het is wel een strijd natuurlijk tussen elkaar en na 6 uur is het inderdaad wel een conflict om in de keuken te komen. Is het ook een gevarenzone voor mij. En dat komt eigenlijk omdat ik mijn mond te graag gebruik om het beter te willen zien, beter te willen kunnen. En dat is waarom we eigenlijk zo mooi op onze eigen plek zijn. Ik als gastheer, zij als keukenprinses. Keukenprinses, ja zeker. En dat is wat wij zijn en wie wij zijn. Dus nee, die keuken blijf ik uit. Nou, ik denk als ik kijk naar waar wij naartoe willen groeien, dat dat het is om nog meer en beste nog uit onszelf te krijgen, te halen. Elke dag weer. Naar wat we willen bereiken, dat zit in de totaalbeleving van de gasten. Dat is het allerbelangrijkste. En dan achter de schermen heb je natuurlijk nog het schoonmaken van je keuken, het bijhouden van de keuken, dat de leveranciers, dat allemaal goed gaat, dat de inkopen goed gaan. En daar denk ik dat voor ons nog wel het een en ander te behalen had. Oh ja. Ja, ik vind het zo moeilijk om te praten over stijl. Als ik zoals kookstijl zou moeten omschrijven, is dat niet zeg maar in een tweetal woorden zeg maar weg te plaatsen, maar wij creëren kleine gerechtjes, comfortabele gerechtjes waar men blij van moet worden, zonder regels. Ach man. Ja, probeer dat maar eens in één stijl vast te pakken. Het is niet dat ik onzeker ben of zo, want ik vind wat we hier doen vind ik wel echt heel tof. Maar ik zou nooit zelf van de daken gaan schreeuwen dat wat we doen zo extreem goed is. Weet je, als ik dan met je afgelopen donderdag gesprek heb
over naar wat voor niveau je wil. Ja, fuck it wat voor niveau ik wil. Weet je, ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En het interesseert me niet wat Michelin ervan vindt of denkt of whatever. Ja. Ja. Dus ja. Weet je, zij vinden het heel belangrijk. Heel veel mensen vinden dat belangrijk. Het verschil is dat Suey echt kan werken en echt ook vaardigheden heeft die ik nog niet beheers. Snelheid heeft en al die dingen die ik nu opnoem, die heb ik niet. Ik ben gewoon niet zo snel. Ik praat veel te veel en ik werk te weinig. Maar dat is wel onze finishing touch in de keuken. Ik kan wel praten en dat kan ik de hele avond doordoen, de hele dag doordoen. Maar zij kan echt koken en zij heeft die vaardigheden. Dus het grootste verschil is dat zij echt weet wat ze doet. En ik niet. Oei. Ja.